Om een Educaplay activiteit te delen, klik je op jouw account, rechtsbovenaan klik je jouw account aan. Vervolgens krijg je een overzicht van de gepubliceerde activiteiten, bijvoorbeeld de videoquiz provincies en hoofdsteden. En dit symbooltje, het share of delen symbooltje, gebruik je dan om de activiteit te delen. Je kan heel snel de link gaan kopiëren. De link kan je vervolgens gaan aanbieden. Ik ga bijvoorbeeld even een incognito venster openen, een venster waarin ik niet ben aangemeld en ik plak deze link en een leerling kan meteen de activiteit gaan maken. Als leerlingen de link zelf moeten gaan intypen, ja, is het handig om die te gaan inkorten. Tiny URL bijvoorbeeld is een toepassing waarmee je een verkorte link kan gaan maken. Als het gaan gebruiken op een tablet kan het handig zijn om een QR-code generator te gebruiken, bijvoorbeeld hier qr-codegenerator.com. Is een toepassing waarmee je heel snel een QR-code kan genereren en waarbij leerlingen dan de code kunnen scannen en de oefening kunnen maken. Zoals je ziet is het ook mogelijk om embed code te gaan kopiëren. Dus met andere woorden is het mogelijk om de activiteit ook weer te geven. Op een leerplatform in jouw eigen website bijvoorbeeld door deze code te gaan gebruiken.